Yo, speel en ik gedaan. Vandaag gaan we verder met mijn survival wereldje. En dat is Codaaf Survival. Je ziet, ik heb wat stuff hier in mijn hand. En die heb ik nodig voor dit bouwwerkelsels. Heb ik echt zoveel? Waarom heb ik het in twee stukjes? I have no fucking clue. Wat hebben wij nodig voor dit bouwwerkje? Nou, we hebben dit erbij nodig. En we hebben de lever erbij nodig. En een schip. Maar die heb ik niet. Zo, ST. Zo. En dan gaan wij. Oh, kut, sorry. Voor mij was het een diamond schep die ik trouwens had weggegooid net per ongeluk. Oh man. Dan doen we het nu wel met een stone shovel. Dat is wel kut, hè? Dat was gewoon een diamond. Gewoon één diamond weggegooid. Zo. Dat is wel echt heel balen. In ieder geval, wat wij hier moeten doen is, we moeten dus dit zo bouwen. Dit is trouwens niet goed zo. Heb ik hier niet nog een axe liggen? Kom op. Jeroen, je hebt hier vast wel een axe liggen. Nee. Gewoon helemaal niet. Gewoon echt helemaal geen axe. Dan maak je wel één. Fuck je dit. Zo. En tada. Twee axes. Dit gaat in ieder geval 10 keer sneller als het als met de hand. En dat is wat we willen. Daarvoor doe ik het zo. Nou, dat valt dan zo mee hoeveel sneller dit gaat. Dit is niet mooi. Dat is een belletje. Balletje. Kan ik wel laten zien. Mijn zus die was hier net. En die dacht van, hey Jeroen, ik ga je uploaden met je eindexamen. Je krijgt je cadeautje. En toen gaf ze eerst een paar kut cadeautjes. En daarna een serieus cadeautje. Ik heb hier dus een babybal met een belletje erin. En een pakje tandenstokers. En dit is en een geurtje. Dat is het serieus cadeau. Voor als je het nog niet door had. En het is best wel een chill geurtje, ja. Zeker weten, chill geurtje. Dus ja, dat heb ik gekregen van mijn zus. Van mijn ouders heb ik voor mijn examen nog niks gekregen. Daar ben ik mee aan het onderhandelen, weet je. Nee, wordt een gedeelte voor een game PC. Er gaan een gedeelte mee betalen. En ik denk, fuck yeah. Maar dat komt pas in de toekomst ergens. Zodra wij weer genoeg geld thuis hebben. En mijn ouders hebben zich kunnen veroorloven om dat mee te betalen met mij. En ik heb daar geen probleem mee. Ik begrijp dat gewoon helemaal. Dus vandaar, hè. Ja. Zoiets was het, volgens mij. Want er zijn er precies 4 over in het midden hier. Waar is de axe? Of de shovel? 1, 2, 3, 4. Kijk, dat is precies zo, ja. Ja. Het was zo. En nou is het heel veel uithakken. Hier komt een lever. Dan moet dit even weg. En dan komt hier onder. Zo ongeveer. Zoiets als dit, denk ik dan. Zo, en dan, ja, 2, 3, 4. Perfect. Krasblok, geen idee hoe ik eraan kom. Ga ik ze er gewoon weggooien. 1, 2, 3, 4. En hoe zo. Dit is heel simpele redstone trouwens, hoor. Voor de mensen die het zich afvragen. Het is vrij simpel. Wauw, er is gewoon nog maar één zo'n blokje. Waarom werkt dit niet? Oh, wacht, er zit eentje te laag. Ja. Dus deze eruit. Dan deze hier.
deze daar. En dan zo. Zo. Kijk, leid je me onderdoor. Ja. Perfect. Nu wel. Juist, nice. En dan hebben we hier dus het mechanisme voor de ingang. En dat is gewoon chill dat we die hier nu hebben. Het is, zoals je ziet, echt heel erg simpel. Het is gewoon met een levertje. En die is zo gemaakt dat als je van buiten komt, hebben we ook nog steeds kunnen openmaken. Dus mensen kunnen hem openmaken, maar diertjes niet. En dat is zeg maar het hele idee van dit systeempje. Alleen ik zie dus dat ik gewoon wat te weinig stuff heb. Ik heb ook wel allemaal mooie trappetjes, maar ik heb helemaal geen blokjes van deze. Die heb ik allemaal in de muur opgegaan. Dus dat is jammer. Even kijken, dit gaat dan zo. Ik zit gewoon nog even hier iets een beetje te bouwen. Want op deze manier komt er dus niks binnen. Het ziet er ook een beetje als een mooi poortje uit. Ja, en dan hebben we hier. Zo. En. Zoiets. Weet ik veel, ik probeer maar wat. Ik weet namelijk niet meer precies hoe die poort eruit ziet. Hoe heb ik die poort nou weer gemaakt? Dit ziet trouwens wel decent uit hoor, even eerlijk. Ik vind dit er allemaal best wel decent uitzien. Oh, niet te vol op dit ding. Zo. Skeleton, nice, die gaat op mij schieten, ja, kijk. Oeh, hij heeft een enchanted boog, die wil ik. Maar nee, dat dropt hij weer niet, hè. Maar wel die stomme pijlen van hem. Wat heb je toch aan zulke beesten. Zo. Zo. Ja, en dat is eigenlijk het enige wat ik nog nodig heb om dit af te maken. Is meer van die steentjes. Deze, die bricks. Dan hebben we dit hier gewoon af. En dan doe ik zo. Dit is cool. Ik moet trouwens ook nog al die slabs invullen. Dit heb ik trouwens ook nog niet gemaakt. Maar YOLO, weet je. Hier moeten toch al die slabs tussen. En deze ziet scheef. Ziet scheef. Ja, die ziet scheef. Geweldige zin, Jeroen. Staat scheef. Maar dan staat deze scheef. En dan staat deze scheef. Oh nee, nou is het gefixt. Mooi. Nu heb ik hem gefixt. Hey. Wat we gaan doen, we gaan even wat kopstone hakken. Want ik heb toch nog geen eens 10 minuten gevuld in deze aflevering. Ik denk, hey, deze kan wel iets langer dan de vorige paar. Dus dan gaan we ook iets langer maken dan de vorige paar, hè. Wat doe ik hier? We moeten gewoon even kobbel hebben. En veel. Dan kunnen we namelijk eventjes zo meteen die toren af gaan maken. En kunnen wij de muur, of ja, de poort. Het is een poort. Kunnen wij de poort afmaken. Wat mij dus echt een heel strak plan lijkt. Deze gang had ik, hè. Ja. Ah, dat is zoiets. Bij Settlercraft hebben ze nou, door de netherhub hebben ze onderaan ijs ingevuld. En bovenaan kobbel. Dat soort twee hoog. En dan ga je fucking snel erheen. Dat is echt niet normaal. Geen idee hoe dat dan denk ik heel snel werkt. Want op ijs loop je normaal fucking langzaam. Maar hey, het werkt om een of andere reden heel goed. En wij gebruiken het, want het werkt. En dat is gewoon chill. Verder. Bananen zijn een smakelijke bron van vitamintjes. Zo. Dat was er even uit. Dat moest ik echt even kwijt. Ik kon gewoon niet meer leven zonder met dat te ontkennen. Dus dan weet je dat ook weer over mij. Ik hoor zombies. En dat vind ik eigenlijk niet leuk, want ik heb geen zin in zombies. Zamba. Zamba.
Ik zag die kool wel zitten voor de mensen die zeggen van, oh mijn god, je vergeet de kool. Nee, vergeet ik niet. Ik weet dat hij er zit, maar ik heb er geen zin in. Goud is wel chill. Zo. Zou hier nog eentje spannen? Ja, YOLO. Zit er gewoon nog eentje bij. En dan gaan we gewoon verder hakken, hè. En hopelijk komen we iets cools, iets nuttigs tegen. Lapis. Ja, daar heb ik ook nog iets cools mee gedaan, maar dat heb ik nog niet eens opgenomen. Settlercraft, dus ik weet zeker dat dit nog niet online staat, want het is nog niet eens opgenomen. Het is namelijk voor pas als ik weer terug ben, dan ga ik dat waarschijnlijk pas opnemen. Maar er is iets cools met Lapis Lazuli. Dat komt binnenkort ook nog. Maar hierboven was die grot, hè. Hoeveel kobbel heb ik nou? Bijna anderhalf stack. Ja, nou, dan ga ik zo meteen nog wel meer hakken. Kut, ik flikker dit eraf. Oké, fuck dat goud. Ik heb er nou echt schijt aan dat goud, hé. Dat vind ik gewoon niet leuk, dat goud. Hop, laat me langs, laat me er langs, ja. Wow. Niet doen. Villager zombie heeft trouwens eentje gevangen samen met Jordy. Zoals ik het wel laat zien waar die staat. We hebben dus een villager zombie en die gaan we nog melk voeren. En dan wordt het weer een normale villager. En dan kunnen we dingen met hem traden misschien. En hem farmen. En dat is hartstikke chill. Dus dat is chill. Ja, zeker. Goed, iron. Ook altijd heel chill. Ja, zeker. Zeker. Nog meer zombies. Hup. Oh, ik moet uit die dynamic lighting, heet die volgens mij. Zo'n mod. En als je dan een torch omhoog houdt, wordt het gewoon licht om jou heen. Wat gewoon echt fucked up chill is. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar persoonlijk vind ik dat gewoon echt hartstikke chill. Lapis. Hallo, Lapis. Dan heb ik zeker... Ja, ik heb het laten vallen. Er komt een zombie in mijn rug en die slaapt me in de lava. Dus ik ben weer snel hier weg. Wat? Zombie apocalypse hier, oh. Wow. Even screenshot te maken voor de thumbnail. Wow. Wat? Wat? What the fuck, hé? Hey? Oh, kut, nou droogt het daarop, hè. Fucking hell. Oh, kut. Nou, ben ik hier vandaan weer vanaf. Wel grappig dat er rolt een flash wordt vastgehouden door die beesten. Damn, son. Hoe waren dat er wel niet, man? Echt een meest huge zombie apocalypse ooit. Oh, hier was er nog één. Wat? Drie? Drie creepers, wat is oneerlijk. Oneerlijk! Ik zeg oneerlijk. Goed, dit heb ik allemaal nog niet onderzocht. Dat was een spinnetje. En dan wil ik dus uit de bocht van blijven. Maar deze niet, deze neem ik gewoon al. Die bebettel ik gewoon. Ah, sukkel! Hij kon niet eens bij me komen, wauw. GG's. Diamonds! Maar zat de creeper bij? God, het zijn gewoon een stuk of drie of zo. Ga even via deze kant naartoe, want dan hebben we de creeper. De creeper is nou hier. Fuck yeah. Nu kunnen we naar die diamonds lopen. 1 en 2 en 3 is nog meer. Nee, maar gewoon maar 3. Ja, ja, that is. Is that it? Yes, it is. Nou, 3 diamonds voor de win.
Nice. Hey, ik ga je nog wat verder minen. Dus volgende aflevering zie ik jullie weer en dan heb ik wat meer stuff. Ik ga het ook allemaal opsmelten naar bricks, want dat scheelt dan ook alweer tijd. En super tof dat jullie hebben gekeken. Hey, tot de volgende keer maar weer. Hey, yo, yo. En dan stiekem hoop ik dat ik hier nog ergens een diamond vind. Van, oh my god, een diamond. Ik heb het niet verwacht. Maar ik voorspel het wel. Of ik voorspel het wel. Ik hoop wel dat ik hem tegenkom. En dan kan ik heel verbaasd. Een witch. Dit is een witch biome. Oh my god, hij spant hier. Oh my god. Hij is te langzaam. Hij komt nog niet eens potion in. Oh my god. It's such a noob. He couldn't even potion me. Hier kan ook nog best wel ergens een diamond liggen. Maar hey. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En voor nu dan zeg ik eventjes iets wat lijkt op doei. Maar dan op mijn manier. Later!